Hi, en leuk dat je kijkt naar alweer de tweede DSA Hoe Zit Dat. Vandaag wil ik je iets meer vertellen over wat de Digital Society Hub nou precies inhoudt. De Digital Society Hub is te vinden op Zendingenpark 10. Het is een bruisende plek die veel bezocht wordt door onze partners. Verder wordt hier ook gewoon lesgegeven voor verschillende opleidingen. Op onze verdiepingen hangt een prettige werksfeer en er zijn genoeg faciliteiten om aan de slag te gaan. Kom dus vooral een keertje kijken en kom de sfeer proeven. De Hans Hogeschool heeft 3 speerpunten. Ondernemerschap, energie en healthy aging. Daarnaast heeft de Hans Hogeschool ook digitale transformatie als maatschappelijke opdracht geformuleerd. En vooral die laatste is belangrijk voor de Digital Society Hub. Het is hier een broedplaats waar studenten, opleidingen, overheid en het werkveld samenkomt om te werken aan digitale transformatie. Het is een plek waar vanuit een tal van verschillende perspectieven wordt gewerkt om te kijken wat er de beste innovaties zijn bij nieuwe vraagstukken. Nu we weten aan welke maatschappelijke opdracht de DSA werkt, is het goed om te kijken waar we nou vandaan komen. De DSA is in 2017 opgericht met Roland Hiemstra als aangewezen directeur. In deze 5 jaar zijn we uitgegroeid tot de grootste innovatiewerkplaats van de Hans Hogeschool. Zo hadden wij over het schooljaar 21-22 zoveel betrokken studenten, zoveel betrokken opleidingen, hadden we zoveel partners en kwamen er zoveel projecten tot stand. Een voorbeeld van zo'n project is het slimme 5G-fest. Wil jij hier nou meer over weten? Kijk dan even op onze YouTube. Ik hoop dat ik je met deze video in een notendop heb kunnen vertellen wat de Digital Society Hub nou inhoudt. Wil jij nou op de hoogte blijven van wat hier allemaal speelt? Check dan ook vooral even het DSH-journaal. Ik hoop je hier een keer te zien om een keer te komen leren, lunchen, innoveren. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.